Leerlingen uit leerjaar 10 van praktijkcentrum LBO Drambrandersgracht toonden vandaag tijdens een zogenoemde examenmarkt de kennis die ze in de afgelopen 2 jaren hebben opgedaan. De leerlingen kunnen met hun kennis voor de praktijk nu een keuze maken wat ze verder willen studeren. Waarnemend schoolleider Lisa Bilkerdijk legt uit dat de examenmarkt voor het eerst is gehouden, ook omdat leerjaar 10 nieuw is. Ja, vandaag hebben we dus een examenmarkt van leerjaar 10. De leerlingen moesten dus een studierichting kiezen, waarbij ze dan een examenopdracht gaan maken. En dat gaan ze dus, of dat demonstreren ze vandaag hier met toezicht van hun ouders, leerkrachten en ook belangstellenden. Ja, dit is voor het eerst dat we leerjaar 9 en 10 is nieuw voor ons hier. Dus dit maken wij dan voor het eerst mee. Normaliter hadden we dan gewoon de vierde klassers die hun examens deden. We hebben dus de studierichtingen die zij konden kiezen, of die gekozen zijn bij ons, zijn dus werktuigbouwkunde, bouwkunde, elektrotechniek en ook horeca. Horeca doen we eigenlijk niet hier, maar we hebben wel die ruimte ervoor. Dus dat wordt dan hier allemaal gedemonstreerd. Leerlingen van de richting elektrotechniek vertellen wat ze hebben gemaakt en ook waarom ze voor deze richting hebben gekozen. Hier hebben we de parallel en hier hebben we de serie. Ze hebben beide 2 lampen, maar ze verschillen heel veel van elkaar. Als ik hier mijn lamp uitdoe, blijft de ene. Omdat ze gewoon apart hun stroom krijgen. Maar als ik hier mijn lamp uitdoe, want hier is zwak, gaan beide dan uit. Omdat ze gaan 1 ding maar stroom krijgen. Ja, hier hebben we onze testen. Als je wilt kijken of je stroom hebt. De leerlingen die van de 6e klas of leerjaar 8 slagen, gaan naar leerjaar 9. En in leerjaar 10 maken ze een keuze wat ze verder willen studeren. Vanuit leerjaar 10 kunnen leerlingen kiezen voor een technische, administratieve of dienstverlenende richting. Wie kiest voor MULO-onderwijs kan gaan naar A, B of C-richting.